Welkom bij Digitale Duurzaamheid van de Nieuwe Wereld. Een serie waarin we stilstaan bij de leefbaarheid en volhoudbaarheid van ons digitale universum. In deze aflevering willen we stilstaan bij cryptovaluta en wat die betekenen voor de financiële wereld. En dat doen we weer met een tafel, een kleinere tafel deze keer, met zeer interessante gasten. En daarom hadden we ook maar twee nodig. Aan mijn linkerzijde publicist en ondernemer Willem Middelkoop. En aan mijn rechterzijde publicist, ondernemer en complexe systemen-expert Bert Slachter. Ja, cryptovaluta. Bert, kun jij eens kort proberen uit te leggen waar we het eigenlijk over hebben? Kort, dat is nog best lastig. Want, ja. Want ze bestaan eigenlijk in een context van iets groters. Valuta, geld. Wij kennen allemaal eigenlijk twee soorten geld. We kennen het contante geld, briefjes en munten. En we kennen het geld op de bankrekening. Dat is onze dagelijkse wereld. En die briefjes en die muntjes, dat is eigenlijk echt geld, zou je kunnen zeggen. Dat is geld zonder tegenpartij, risico. Als je het hebt, dan heb je het. Geld op je bankrekening, daar weten we eigenlijk best wel weinig van in de praktijk. We denken dat het hetzelfde is als die muntjes en die briefjes, maar het is wel echt anders. Het is een vordering op een bank. Het is een schuld van de bank aan jou. Dat betekent, als de bank weg is, is je geld ook weg. En natuurlijk werkt dat nog iets anders bij zo'n faillissement. Maar daarom hebben we een depositogarantiestelsel bedacht. Dat is om die reden. En cryptovaluta, of laat ik even zeggen bitcoin, hè, want dat is bedoeld als geld. Er zijn nog heel veel andere cryptovaluta die andere functies hebben. Laat even bitcoin hebben. Dat is eigenlijk veel meer te vergelijken met contant geld dan met geld op je bankrekening. Het is weliswaar digitaal, maar het heeft ook geen tegenpartijrisico. Als je het hebt, dan heb je het. Je bent dus niet afhankelijk van een bank of van een financiële instelling. Dus je zou kunnen zeggen, we maken wel eens het onderscheid tussen fysiek en digitaal. Dan zeg je, nou ja, je hebt fysiek geld en je hebt digitaal geld. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, het fysieke geld, als je dat vergelijkt met een papier, dan als je het gaat scannen en je hebt een gescand papier, dat is nog weer wat anders dan iets wat je ingetypt hebt in de computer. Dat is een digital native, een echt digitaal geboren bestand, is wat anders dan een gescand papier. En je zou het geld op je bankrekening eigenlijk kunnen zien als een gescand digitaal. Dus het is een digitaal vastgelegd stukje contant geld, terwijl bitcoin is digitaal geboren. Het was er eerst digitaal. En de belangrijkste andere, denk ik, aanvulling hierop, is dat natuurlijk al het geld wat wij kennen, wat jij je hele leven hebt meegemaakt, dat is altijd gekoppeld geweest aan de overheid. Dus de overheid was de uitgevende instelling en die werkte samen met de commerciële banken. Dat zijn eigenlijk de geldscheppende, die hebben de geldscheppende functie. En leningen worden niet door de overheid verstrekt, maar door commerciële banken. Maar de overheid en de commerciële banken werkten dus samen in één systeem, wat altijd gecontroleerd werd door een centraal orgaan. En dat noemen we de centrale bank. En mensen denken altijd dat je zonder centrale bank geen geld kan hebben. Maar in het verleden, de historie laat heel veel systemen zien dat je hoeft helemaal geen centrale bank in een land te hebben. Je kan gewoon verschillende geldsystemen ook zelfs naast elkaar hebben in een land. Maar goed, in onze geschiedenis, ons leven, is er alleen dat centrale bankgerunde geld geweest. Die combinatie van die commerciële banken samen met de staat. Vandaar dat die elkaar ook altijd opzoeken. Hè? Politici worden ook bestuurder bij een bank weer. En die cryptovaluta, en dan met name bitcoin. Het begon natuurlijk allemaal met bitcoin. Dus daaruit is die hele crypto-revolutie ontstaan. Maar het begon met bitcoin, dus laten wij inderdaad even teruggaan. Hè? Bitcoin is de kern van dat hele digitale geld, ja, het complex, het hele crypto-complex. Ik noem altijd bitcoin is eigenlijk het goud van de crypto-wereld. En bitcoin is zo interessant, want het heeft niets met een overheid te maken. Dat is zelfs ontstaan, het is zelfs gecreëerd. En er is heel goed over nagedacht. Er zijn experts, zeg maar digitale crypto-geld-experts, een tientallen jaar bezig geweest om het ultieme crypto-geld te ontwikkelen. En dat is bitcoin geworden. Ze hebben daarvoor een hele hoop andere dingen geprobeerd en dat mislukte allemaal. Dat voldeed eigenlijk niet aan de voorwaarden waarin echt geld aan zou moeten voldoen. En bij bitcoin zijn eigenlijk de programmeurs, die er echt serieus over hebben nagedacht vanuit een technologische achtergrond, maar ook vanuit een monetaire achtergrond, die zijn er voor het eerst in geslaagd iets te ontwikkelen wat zelfstandig functioneert zonder een centrale sturing of leiding.
En nog sterker, de aantrekkelijkheid van Bitcoin is dus dat het niets te maken heeft met een bedrijf erachter, een land erachter. Er is geen CEO. Bij Ripple en andere cryptovaluta is dat wel zo. Daar zit een bestuur achter of een bedrijf achter. Bitcoin is autonoom digitaal geld. Ja. Ja, dus het is, en daardoor erg bedreigend. Je zou het kunnen vergelijken met het internet. Hè. Daar heb je allerlei protocollen die ervoor zorgen dat het internet werkt. TCP/IP, hè, dat is, IP staat voor internetprotocol. Dat zijn neutrale protocollen, die zijn van niemand. Ze zijn niet Chinees of Amerikaans, ze zijn gewoon. En zo zou je Bitcoin ook kunnen zien als protocol. Ja. Hè, dus wat er in de broncode is geschreven, wat iedereen kan lezen, dat is gewoon. En dat kan niemand aanpassen. Niemand kan het monetair beleid aanpassen, want dat ligt vast in die broncode. En dat maakt Bitcoin dus open, neutraal. Het is niet politiek gekleurd. Het is niet gebonden aan een jurisdictie. Het is wereldwijd van aard. Niemand kan het censureren. En dat zijn hele interessante eigenschappen die het ook zeg maar apolitiek maken. Het is net zo interessant voor iemand in Rusland als China, als Amerika, als Nederland. Ja. Nou, interessant. We zitten hier bij de filosofische school. Dus de filosofen al in de oudheid nagedacht over geld. De eerste belangrijke bepaling komt bij Aristoteles vandaan. We kunnen nog wel iets verder terug trouwens. Maar toch dat voor geld wezenlijk de overeenstemming, de afspraak, cruciaal is. Ik denk overigens dat in jullie verhaal dat we dat niet loslaten. Het is vertrouwen, hè? Dus, en bij afspraken en bij overeenstemming hoort vertrouwen. Ja, dus dat is een. Ik moet zelfs het vertrouwen hebben dat de ander dat wat ik als geld zie ook als geld zal accepteren. Nou, dat wordt denk ik nog heel interessant. Als ik naar jullie verhaal luister, dan is heel duidelijk dat je zegt van ja, er ontstaat nu iets. Waarbij we eigenlijk niet meer afhankelijk zijn van overheden. De bekende fiat geld hebben natuurlijk overheden een heel belangrijke rol gespeeld. We kunnen dat in de oudheid al vinden, ook waarin staten eigenlijk hun eigen, of steden hun eigen munten gingen drukken. Daar was overigens jouw definitie erg van toepassing. En dat je zag dat men het geld ging verbinden aan het fysieke en ook aan het fysieke gewicht, bijvoorbeeld goud of zilver. Ja. Dat hebben wij trouwens lang bewaard. Hè? Dus ook eigenlijk bij bankpapier en al de vikingen gebruikten als cheques en zo. Dat soort, dan ging het eigenlijk veel meer al om vertrouwen. Waarbij het niet meer zozeer ging om de fysieke waarde, maar eerder om de afspraak. Hè, waarin je geloofde met elkaar. Nou, we hebben het natuurlijk in de Europese geschiedenis al gezien dat men langzaam losging van het fysieke. In de oudheid zie je dat men het fysieke heel erg eigenlijk als bron van waarde zag. Of het nou goud, zilver, maar dat kon ook mensen zijn. Maar fysiek is onhandig. Dus je gaat eigenlijk een manier zoeken om die onhandigheid. Vandaar ook goud en zilver. Hè? Dus dat waren natuurlijk, die waren relatief klein. Ja, maar nog steeds te zwaar. Ja. En je kon worden overvallen. Ondeelbaar. Zo. Ja. Dus je kon beter een briefje eraan koppelen. Ja. Die zei dat het recht gaf. Dus je ziet eigenlijk al in de middeleeuwen. Hè, dus zelfs bij de vikingen dus al die overgang naar die afspraken. En cheques en er zijn zo komt dus dat je echt wel andere betalingsmiddelen krijgt. En bij ons is geld wel echt ook iets anders geworden. In Europa, in de Europese wereld. We hebben dat fysieke, maar we hebben tegelijkertijd die hele die structuur eromheen geweven. Wat nu het interessante is dat natuurlijk de overheid daar heel belangrijk in is geworden. Dat is een soort de institutionele, je kan zeggen drager van al die afspraken, dat we dat briefje gewoon vertrouwen en dat we, zegt, deposito-garantiestelsel, dat zelfs bij faillissement voor een deel, althans mijn geld, kan worden terugbetaald. En nu zeggen jullie, en daar begint volgens mij de interessante gedachtegang, we kunnen nu een eenheid digitaal creëren. Voor een deel doen we dat eigenlijk bij fysiek, bij mijn euro inmiddels ook, maar het is iets anders. We kunnen hem winnen, we kunnen net als goud kunnen we iets winnen. Hè? Je moet ook mijnen. Je moet letterlijk mijnen, fysiek mijnen. Precies. Ja. We kunnen en dat zit vast aan een protocol. Dus het is niet een centrale bank die dit doet. Het zijn ook niet banken die hypotheken verstrekken zozeer. Het is een protocol waardoor we een vaste hoeveelheid of een
eindige hoeveelheid mee. Ja, ja, er is dus iets, ja, er is iets bijzonders gebeurd. Hè? Kijk, ja. Want in principe is alles wat digitaal is, is kopieerbaar. Dat is juist het hele aardige van digitaal, dat een kopie identiek is aan het origineel. Ja. Dus dat was, daarom kreeg je toen Napster met die mp3'tjes die iedereen ging uitwisselen. Want ja, als je dat downloadt, heb je gewoon ook een kopie. En als ik een foto naar jou stuur, is die jouw exact hetzelfde als de mijne. Dat is juist wat digitaal onderscheidt van analoog of fysiek. En het bijzondere aan Bitcoin is dat ze een mechanisme hebben gevonden waarbij het wel digitaal is en toch niet kopieerbaar, CQ schaars. Ja, en dus het unieke is wat je zegt, je hebt een code, hè, of de broncode. Dat is niet zozeer een instituut of een instantie, dus geen eigenaar. Maar het is een geniaal programma. Ja, het is een combinatie van de technologie en het monetair beleid en speltheorie. Waardoor alle deelnemers die aan dat netwerk deelnemen dezelfde belangen hebben, CQ eerlijk gehouden worden door de regels die er zijn. Het is de combinatie die ervoor zorgt dat het werkt. Want alle losse onderdelen, wat Willem net al zei, die zijn in de decennia sinds 1980 al op allerlei manieren geprobeerd. Cryptografie is al 60 jaar oud, hè, dat we al met symmetrische, asymmetrische versleuteling werken. Dus het is voor het eerst de oplossing, hè, van eigenlijk het vertrouwensprobleem. En bij Bitcoin hoef je nooit af te vragen of je de Bitcoin koopt van iemand die betrouwbaar is. Je hoeft je nooit af te vragen of hij al echt van jou is. Of die al een keer uitgegeven is. Hè? Dat is eigenlijk het double spend problem. Ja, onder techneuten het double spend problem heet. En wat ook zo bijzonder is, en dat maakt het zo vreselijk interessant, want ik ben een professionele belegger en investeerder. En dat de mensen die actief zijn in nu of het grote geld erachter zijn gekomen. En dat kwartje is eigenlijk pas de laatste 18 maanden bij grote groepen gevallen. Dat er maar 21 miljoen bitcoin ooit kunnen worden gemijnd. Ja, dat is die eindige hoeveelheid. Ja. Ja. En in een wereld van onbeperkte geldcreatie die we sowieso hebben. Hè, want sinds 1971... heeft Amerika die goudstandaard losgelaten, wel veel eerder, maar sinds 1971 is eigenlijk al dat geld ongedekt geworden. Dus in een wereld waarbij onbeperkt geld kan worden gecreëerd en nu ook wordt gecreëerd, 26% van alle dollars in omloop zijn de afgelopen 12 maanden gecreëerd, omdat we geconfronteerd werden met een extreme crisis die al veel groter was dan de Lehman Crisis, hebben we nu een geldcreatie gezien die is factor 5 of factor 10 van wat we hebben gezien na Lehman, 12 jaar geleden tijdens de kredietcrisis. Dus in een wereld waar onbeperkt geld wordt gecreëerd, checks aan iedereen worden uitgedeeld in Amerika, letterlijk. Ja. Waarbij we dus Universal Basic Income Act hebben gekregen, al in de praktijk, waar het straks wat nog wel even over 4.000 euro of zo? Nu $1.400 en eerder was het geloof $1.200. Ja, bij dus elkaar. En er komen er nog een paar, weet je wel. Ja. Maar dus in een wereld waarbij onbeperkt geld wordt gecreëerd en steeds meer mensen zich dus zorgen maken over de waardevastheid van dat geld, hebben we dus een alternatieve currency gekregen die het tegenovergestelde daarvan is. Begrensd op 21 miljoen, 100% te vertrouwen, 12 jaar lang nu digitaal getest op hacks of mislukken van het systeem, heeft eigenlijk alles overleefd. En dat heb je nodig. Je hebt minimaal 10 jaar nodig als staat van dienst om in feite betrouwbaar genoeg te worden bevonden door financiële instellingen. En dat zorgt er nu dus voor dat op Wall Street de miljardairs van deze wereld, de grootste bedrijven, nu en masse zeggen, dit is het. Ja, nee, zelfs Elon Musk. Hè? Ja. Je kunt een Tesla gaan kopen met bitcoins. Ja, echt dom. Het wordt heel duur. Hij zal waarschijnlijk meegaan. Maar één element blijft natuurlijk heel belangrijk. Dat is dat we het vertrouwen. Hè? Dus dat is wat je zegt. Dat we dus gemeenschappelijk de afspraak maken, dit accepteren wij als geld. Hè? Want het is in feite natuurlijk gewoon een code. Waarvan we nu zeggen, We nemen het als betaalmiddel. We accepteren dat als betaalmiddel. Het is niet gebonden aan overheden. Nee. Het is eindig, wat je net schelt. 21 miljoen? 21 miljoen. En 19 miljoen zijn er al gemijnd. En het heeft eigenlijk, en dan komen we bijna bij jouw oude hobby uit, een vergelijkbare kwaliteit als goud en zilver. Ja, dat is grappig dat je dit zegt. Ja?
Je noemt dat een hobby? Nou, nee. Dan mag je zo op reageren. Okay, ja? Mag je zo op reageren. Maar, het is een missie, weet ik ook wel. Maar daar mag je zo wat over zeggen. Ja. Het heeft dus een zekere overeenkomst daarmee. Dat werd zo even al opgemerkt. Voor zover we dit dan, net als goud en zilver, kunnen gaan accepteren als betaalmiddel. Maar wat niet zomaar door, net als goud en zilver, als bijgedrukt kan worden. Ja. De overeenkomst. Nou weet ik dat een belangrijke reden destijds om bijvoorbeeld ook in de jaren 70 dat hele Bretton Woods los te laten, dat dat precies was dat overheden de mogelijkheid wilden hebben ook om bijvoorbeeld schuldenproblematiek op te vangen maar ook bij een enorme groei van de economie om die geldhoeveelheid te verruimen. Is dit maar één van de kanttekeningen die ik even wil plaatsen. Is die eindigheid van de bitcoin niet precies ook het probleem waar het gaat om haar status als betaalmiddel? Dat ze in feite per definitie duurder moet worden bij een groeiende economie? Nou, dat is grappig, want je zei net dat je bij een groeiende economie een stijgende geldhoeveelheid nodig hebt. Alsof een stijgende geldhoeveelheid een gevolg zou zijn van de groeiende economie. Het is andersom natuurlijk. Je kan alleen maar een groeiende economie hebben doordat je de geldhoeveelheid verruimt. Ja. Elke hypotheek die we verstrekken, dan leen je niet het geld van je buurman. Zeker. Dat doen bankiers. Zeker. Je hoort nog steeds, bij Radio 1 hoor je nog steeds bankiers zitten in discussies en die zeggen, ja, maar we lenen het geld uit van de spaarders. Dat doen ze helemaal niet. Maar die truc wordt ons op school bewust verkeerd verteld. Ja. Maar even heel terug, want dan moet je echt. Dat is dat bekende fractionele bankier, hè? Ja. Want ze kunnen een veelvoud uitlenen ten opzichte van wat ze binnen hebben. Maar even terug naar mijn hobby. Ja. Want het wordt altijd gedaan, en wordt altijd gezien. Willem heeft een rare hobby, een rare fascinatie. Nou, je begint zelf ook een beetje goud te glimlachen. Ja, dus. Ik kan het nu eindelijk uitleggen. Waarom was mijn fascinatie voor goud altijd zo groot en nog steeds? Omdat wat ik in goud vond, is precies hetzelfde als wat je in bitcoin vindt. Ja. Iets van waarde. Wat schaars is, wat je absoluut kan vertrouwen, want dat ligt er gewoon. Maar mensen zijn niet in staat geweest de laatste 10, 20 jaar, de meeste mensen, om dus dat goud los te koppelen van dat iets geks, zo'n Robbie van Willem, maar om dat te zien als het oergeld. En waar ben ik nu zo enthousiast over bitcoin geworden? Omdat bitcoin eigenlijk digitale goud is. Maar ja, mensen hebben niet die mentale flexibiliteit. Ik zie hem vrij snel. Gelukkig. Goud is natuurlijk nog wel winbaar. Hè? Dus is niet, ja, is wel eindig ook, uiteindelijk. Net als maar, bitcoin. Het wordt steeds maar moeilijker. Het wordt steeds moeilijker. Toch dat bezwaar ten aanzien van goud. Dus even terug naar mijn vraag. Wat is in het verleden ook is geopperd en wat een reden is geweest om ook met fiat geld te beginnen. Zie je dat niet als een fundamenteel probleem rond bitcoin? Dus dat die permanente waardestijging die je bijna moet aannemen? Kijk, het is een fundamenteel probleem binnen het paradigma van de huidige economische hoofdstroming. Nou ja, daar is namelijk gedefinieerd dat de geldhoeveelheid moet meegroeien met de bevolkingsomvang en de productiviteit. Maar dat is verder geen natuurwet of iets dergelijks. Er zijn natuurlijk eeuwen geweest, decennia geweest, dat de productiviteit heel hard groeide, maar de geldhoeveelheid gelijk bleef. En in die tijd had je dus deflatie en een bloeiende economie. Die dingen die kunnen historisch gezien prima samengaan. Dus er is geen natuurwet die zegt, met een geldsysteem waarbij de geldhoeveelheid constant is, hè, zoals bij bitcoin uiteindelijk, kom je in de problemen als je economische groei hebt of bevolkingsgroei hebt. Mm-hmm. En we moeten dus zien hoe dat uitpakt. Oké, maar dit is. Maar ik deel jullie zorg, dat weet Willem ook, met betrekking tot de stabiliteit van het huidige systeem. En daar wil ik het dadelijk ook nog over hebben en ook welke rol bitcoin is. Maar ik heb een skepsis in hoeverre dit werkelijk het hele antwoord kan zijn. En laat me nog één ding toevoegen. Als het in mijn ogen doorgaat, dan zet je het hele kapitalisme op zijn kop. Omdat kapitalisme leeft bij de gratie van het maken van schulden om vooruit te grijpen op de tijd. Maar dat kan met bitcoin ook, hè? Dus
Oké, okay, dus, nou, dan mag ik me even uitleggen. Ja. Maar in ieder geval bij kapitalisme is het zo dat ik... dan heb ik het over productieve leningen, niet de improductieve zoals de huizen. Ja, maar daar zit het hem. Dus de productieve leningen, waarin je bijvoorbeeld een fabriek wil neerzetten. En je haalt daar, bijvoorbeeld bij banken, je gaat daar leningen voor aan. Dan is het idee, in ieder geval, dat die in de toekomst terug te betalen zijn. Op het moment... Dat je sprake hebt van een eindige hoeveelheid valuta, dan betekent dat er een permanent deflatoire dynamiek is en dat je schulden dus eigenlijk steeds groter worden. Ja. Ben ik met je eens. Toch? Laat me heel eventjes iets meer context hierbij geven. Kijk, Bitcoin is natuurlijk nog een hele kleine assetklas op dit moment. 1 biljoen groot. Mm. En dus dat is een fractie van de wereldeconomie. Over hoeveel hebben we het dan? Minder dan 1% van de van al uitstaande geld. Minder dan 1%. Ja. Een derde procent. De wereldeconomie is denk ik nog groter dan hoeveelheid uitstaand geld. En dat is 300.000 miljard. Dus 300 keer zoveel. Precies. Dus kijk... We praten nu over Bitcoin als het digitale goud. Dat is inderdaad het narratief wat je de afgelopen jaren heel erg hebt gehoord vanuit de institutionele wereld en de bedrijven die het kopen. Dat betekent dat men Bitcoin nu ziet als ofwel zeg maar spaartechnologie, als manier om waarde over tijd te verplaatsen, ofwel als asymmetrische investering. Dus er is heel veel potentiële upside en relatief weinig downside. Het kan hooguit naar nul gaan, terwijl het nog wel 100 keer zoveel waard kan worden. Ja. Dus dat is nu het investeringsperspectief. Maar de potentie van Bitcoin is ontzettend veel groter dan alleen maar dat. Okay. Bitcoin zou potentieel het wereldwijde monetaire netwerk kunnen worden. Het systeem waarop alles gebouwd wordt. En dat is dan niet op de Bitcoin blockchain op laag 1, waar we het nu vaak over hebben. Zoveel transacties, zoveel blocks, et cetera. Het huidige geldsysteem is ook gelaagd. Mm-hmm. Heb je ook allerlei lagen op. Vroeger had je als eerste laag goud. Nou, die hebben we dan losgelaten. Maar ook daarbovenop heb je allerlei lagen. Met als bovenste laag de Visa's en de Mastercards. Maar er zitten ook allerlei dingen nog onder, tussen. En dat zou je bij Bitcoin ook gaan zien. En we moeten dus praten over de situatie waarin Bitcoin geadopteerd is. We zitten nu helemaal aan het begin van een potentiële adoptiecurve. Ik heb er ook altijd moeite mee. Hè? Want ik kom heel veel van de Bitcoin-maximalisten tegen. Er is nu een Bitcoin-crypto-cultuur ontstaan die zeggen... jongens, vergeet het, maar alles wordt crypto. Bitcoin gaat de hele wereld overnemen. Ja. En daarbij vergeten ze even dat er mannen met macht en geweren zijn... Zeker. Die we de overheid noemen. En die dit gewoon niet toegaan. Staan. Nee. Dus theoretisch zou Bitcoin alles over kunnen nemen. Maar we hebben het dus ook over die hypothetische situatie. Laten we even naar die hypothetische. Maar dat is de hypothese die jij voorlegt. Dat was ook mijn vraag. Precies, dat was ook mijn vraag. Kijk, want als je het houdt bij, dat is goed om te zeggen, als je het houdt bij de hypothese van Bitcoin als digitaal goud, dus als reserve asset bijvoorbeeld, voor op balansen, dan heb je niet te maken met het vraagstuk van deflationair geldsysteem. Dan is dat niet zo aan de orde, want dan gaan we er niet allemaal dagelijks onze koffie mee afrekenen. Maar betekent het dan dat je het al bijna zo à la goud in het verleden als een soort basis neemt? Dat is eigenlijk de basishypothese van iedereen die nu mee bezig is. Dat het dat in ieder geval gaat worden. En dus dat je in ieder geval een omvang van 5 tot 10 biljoen dollar gaat zien in deze asset class. Nog 5 tot 10 keer zoveel in de komende paar jaar. Laten we zeggen 5 tot 10 jaar. Maar de uitgebreidere hypothese zou zijn, en daar zijn inderdaad kanttekeningen bij te plaatsen, ben ik heel mee eens met die geweren, dat Bitcoin daadwerkelijk het geldsysteem van de wereld wordt. En dan is de vraag, hoe werkt het nou met een deflationair systeem? Maar dan heb je dus niet meer over waardestijgingen en volatiliteit die je nu ziet, dan is dus de prijs van de koers van Bitcoin is constant. Sterker nog, dan wordt alle prijzen uitgedrukt in bitcoins, in satoshis. Dan heb je een hele andere situatie. Dit is een hele interessante discussie. En zeker vanuit filosofische kant. Maar ik vind eigenlijk dat we het even om moeten draaien. Al is het maar om iedereen een goede kennis mee te geven wat het financieel systeem nou precies is. Kijk, we zijn nu aan het discussiëren of bitcoin het hele financiële systeem van de wereld kan zijn. Maar laten we even het omdraaien. Laten we ons even afvragen of het huidige fiat systeem, het ongedekte geldsysteem, of dat een houdbaar systeem is. En nou ja, daar heb ik veel onderzoek naar gedaan. Daar gaat de Big Reset over. En de Big Reset is een appendix. En daarin staan alle geldsystemen, alle ongedekte geldsystemen,
die we de afgelopen 250 jaar in de wereld hebben gehad. Er zijn 254 ongedekte geldsystemen geweest die allemaal ten onder zijn gegaan. Dus we hebben eigenlijk vanuit de empirie weten we dat een ongedekt geldsysteem altijd eindig is. Dan weten die faalt, alleen niet wanneer. En waarom zou dit systeem dan niet eindig zijn? Ja. En laten we ons eerst eventjes, wat dat betreft, laten we het eerst even eens zijn dat het huidige geldsysteem eindig is. We lopen tegen de grenzen daarvan aan. En daarom worden er dingen als Bitcoin uitgevonden, een grassroots beweging eigenlijk, omdat mensen beseffen dat dit eindig is. Maar we moeten eerst eventjes stilstaan dat dit eindig is. Ja, ook expliciet, hè? Bitcoin is opgericht, zeg maar. Ja. In het eerste blok van de Bitcoin blockchain staat een expliciete referentie naar de val van Lehman Brothers. Ja. Of de bail-out van de banks, moeten we eigenlijk zeggen. Okay. Nou, we hebben dus twee dingen. Willem, jij zegt, we moeten eigenlijk eerst kijken of het huidige systeem wel houdbaar is. Nou, we weten dat dat niet zo is. Precies, dus de geschiedenis heeft geleerd dat het uiteindelijk gaat klappen. Bitcoin is opgekomen mede in reactie daarop. Ja. Ik kan het ook nog enigszins wel begrijpen. Maar we hebben het tweede ding van wat voor rol kan Bitcoin dan gaan spelen in de toekomst? Ja. Bij een eventuele reset. Ja. Wanneer we overgang naar een nieuw monetair systeem. Naar een nieuw monetair systeem. Ja. Het is interessant. Hè? Dus we hebben weer een aantal vragen toegestuurd binnen onze netwerken. Ook van InnoP. En ook degene die lid zijn van de Nieuwe Wereld. Dus wie dat nog niet is, schrijf je vooral in van onze nieuwsbrief. En waarin de vraag werd gesteld, onze financiële infrastructuur gaat fundamenteel veranderen in de komende 20 jaar. Ja. En het verbaasde mij. Hè? Het is volgens mij 85% van de mensen is het eens met die stelling. Ja, dat gevoel dat van... Dat is dit jaar ontstaan. Hè? Het gaat echt veranderen. Ja. Dat is dus kennelijk nu heel breed. Sterker nog, ik denk dat dat ook de aankondiging is. Ja. Dat is niet omdat ik 7 jaar geleden de Big Reset publiceerde, die iedereen het heeft gelezen, maar omdat World Economic Forum en andere grote instituten de afgelopen 12 maanden, eigenlijk de coronacrisis, zijn gaan gebruiken om tegen de wereld te vertellen, er komt een Great Reset aan. Ja. En Build Back Better. Ja, en de Time Magazine had een grote cover, een paar weken nadat de campagne van het World Economic Forum begon. The Great Reset. Dus, en de grote vraag dient zich nu aan. Waarom hebben de grote instituten besloten de coronacrisis te gebruiken om dit verhaal nu de markt in te zetten? Ja, dan gaan we bijna in de hoek van de conspiracy. Maar ik denk wel dat je gelijk hebt. We zijn op zoek naar de waarheid. Maar het is in ieder geval zo. Ik heb mij na 2008, en we hebben elkaar ook een aantal keren gesproken. Ik had zelf het gevoel van, nou, dit is de opmaat. Hè? Dit is de opmaat. En het heeft nog verrassend lang geduurd, zou ik zeggen. Juist. En volgens mij heeft dat jou ook verrast. Ik had niet verwacht dat het nog zo lang zou duren. Op de achterflap van de Big Reset stond dat rond 2020 er grote wijzigingen in dit systeem nodig zijn. Oh, nou, dat was een goede inschatting. Ja. Wij hebben dit programma Voor de Ommekeer genoemd in 2017. Ja. Ja. En in 2020 had de Nieuwe Wereld. Dus ik had ook het gevoel dat het... Dit wordt het decennium, denk ik. Ja. Hè? Want het is altijd een proces. Het is nooit één punt in de tijd dat je wakker wordt en denkt, oh, we hebben nu wat anders. Nee. Ja. Dat is een proces van misschien 10 jaar. Hè? Dus 2020, 2030. Ja, daarin moet het worden hervormd. En dat is kennelijk is een heel breed gedragen idee. Ja, maar wat interessant is, want bij de Big Reset, hè, wat ik in 2012-13 schreef en eind 2013 uitkwam, toen beschreef ik de Big Reset vanuit een monetair financieel-economisch perspectief. Dat er grote wijzigingen nodig zijn in dat financiële systeem. De Great Reset gaat verder. Ja. Ik ben ook wel blij dat ze die de Big Reset zijn gaan noemen. Want ik leg nu altijd uit, de Big Reset, laten we dat zeggen, dat is het financieel-economische verhaal. De Great Reset is dat alles groen moet worden, alles moet divers worden, we moeten klimaatneutraal. Inclusiviteit. Er wordt hele zante kraan bijgaan. Ja, daar komt zo kunnen we het spinnen, dan kunnen we het ook spinnen, kunnen we het mooi maken. Acceptabel maken.
En we gebruiken, never waste a good crisis, we gebruiken de coronacrisis om te zeggen, ja jongens, zonder die crisis van corona was dit niet nodig geweest. Ja. Was het pensioenprobleem er niet geweest? Ja. Was dit je kunt alles erop afschuiven, de negatieve dingen. En tegelijkertijd het als momentum gebruiken om een nieuwe beweging op gang te brengen die ook allerlei andere gebieden gaat bestrijken. Nou, of het zover gaat komen, dat zullen we nog moeten zien. En wat voor dynamiek dit gaat ontketenen, want... waar er een verandering is, dan gaan er winnaars op staan, maar zeker ook verliezers. Hoe dan ook zullen er verliezen vallen, en dat geldt ook in dat financiële systeem. Een van de andere vragen was, en dan komen we toch aan die tweede poot. Cryptovaluta dragen bij aan een stabieler monetair systeem. Nou, het is duidelijk, jij bent een pleitbezorger. En van die crypto-valuta. En we hebben het net even gehad over een scenario waarin Bitcoin mogelijk als een soort basis dient. Nou ja, jij bent daar kritischer op, kunnen we daar ook nog over hebben. Maar op die vraag antwoordde 32% van de mensen, ze zijn het ermee eens dat die crypto-valuta kunnen bijdragen. Ja, ik ben natuurlijk vooral in geïnteresseerd, als we dus denken aan die Great Reset. Welke rol gaan dan die cryptovaluta spelen? En gaan die bijdragen aan die nieuwe stabiliteit? Kun je daar eens even over je bespiegeling over geven? Ja, dat is een interessante vraag. En er is niet een duidelijk antwoord op van zo is het. Nee, dat is ook niet erg. Het is van proces, te veel factoren afhankelijk. Het is een heel complex proces waarin allerlei verschuivingen plaatsvinden. Ook machtsverschuivingen in de wereldorde. Ja. Dat is altijd een beetje rommelig. Eigenlijk niemand weet precies. Er zijn soms van die gedachten dat er dan iemand aan de touwtjes trekt en precies orchestreert hoe het is. Maar zo is het niet. Ook... zeg maar, de mensen die hier groot belang hebben, de elite, zoals je wilt noemen, dat is ook een hele heterogene groep van allerlei mensen die ook maar hun belangen vertegenwoordigen. Dus we weten domweg niet, tenminste, dat is mijn opvatting, waar we precies uit gaan komen. Misschien, in dit soort discussies wordt te veel gedaan van of we hebben geen crypto, of alles is crypto. Ja. Maar hier niet. Het is dragen bij. Dus de vraag is welke rol gaat dat worden? Daar kom ik zo op. Maar misschien wel goed. Jij hebt je verdiept in complexe systemen. Ja, jij in zekere zin ook. Jullie hebben ook in het verleden wel eens gepubliceerd. Ja, we hebben samen gepubliceerd. Ik ben als filosoof natuurlijk uitermate geïnteresseerd in complexe systemen. Het leven is in mijn ogen uitermate complex. Zowel op persoonlijk niveau als op maatschappelijk niveau. Als we even nadenken over dat element macht wat jij inbracht. Dat vind ik echt cruciaal. In the end speelt natuurlijk altijd macht ook een rol. Ook al is het alleen maar dat we... De kabels die hier in de grond lopen, de satellieten die zijn van iemand. Iemand besluit daarover. Ook die virtuele wereld die is nog afhankelijk van een soort van institutionele omgeving. Ja. Waar inderdaad staten, mogelijk inmiddels ook bedrijven of financiële actoren een rol in spelen. Het interessante is, zoals je het ook schetste. Het lijkt alsof crypto opgekomen is als een soort... bottom-up. Reactie, ja. Dus een reactie juist op juist de, laten we zeggen, de gevestigde orde. Zoals heel internet dat in de jaren 60 eigenlijk ook was. Althans voor een deel, laat ik het maar zo zeggen. De personal computer, moet ik zeggen. Internet zat natuurlijk al bij defensie, maar de personal computer had dat idee. Nou zie je natuurlijk dat naarmate het groter wordt, dat daar ook macht vanzelf een rol in gaat spelen. En ik ben benieuwd hoe je die relatie ziet. Dus tussen enerzijds die oorspronkelijke beweging. En nu het groter wordt, financiële instellingen, banken zich halen. Mag ik daar eens wat op reflecteren? Ja, zeker. Kijk, ik denk dat de machten van het huidige financiële systeem, primair Amerika, het dollarsysteem, Bretton Woods begonnen. Daar hebben de winnaars van de oorlog eigenlijk de macht van het Britse pond overgenomen als reservemunt. Die zitten in de knel.
Want het monetair beleid, een belangrijk monetair instrument is de rente. Die is sinds de jaren 80 eigenlijk alleen maar gedaald en gedaald en gedaald. Zit nu op 0%, in Europa zelfs iets eronder. Volgend monetair instrument is geldcreatie, de kwantitatieve ruiming. Is nu ook bijna maximaal. Het eerstvolgende wat ze nu nog gaan doen is yield curve control. Dus dat is nog expliciet de rente ook aan het lange einde van, de rentecurve. Dat is eigenlijk wat Willem eigenlijk beschrijft. Het systeem loopt op zijn laatste benen. Het is op. Weet je, ze kunnen niet zo idioot veel meer. Dat is de situatie waar we nu in zitten. De rentes kunnen ook niet omhoog, omdat de schulden heel groot zijn. Dan gaan landen failliet, gaan bedrijven failliet. Enzovoort. Nou, we hadden het net even over wat gebeurt er in een bitcoin-economie. Dan kun je niet lenen. Ja, dan kun je ook wel lenen. Alleen dan is de prijs van geld de prijs van geld. En dat is nu niet zo. Je kunt nu lenen tegen gratis, waardoor er ook ontzettende misallocatie van kapitaal is ontstaan, geaccumuleerd in de afgelopen 10, 15 jaar. Zombiebedrijven, zombieinstituties, weet ik veel. Nou, dus wordt dat nu is ook gezegd tijdens deze crisis, hè, natuurlijk. Hè? Er worden allerlei bedrijven in stand gehouden die klopt. Eigenlijk... Dat is de status quo. Dat is ontstaan en dat is wat we noemen, het financiële systeem loopt op zijn eind. We moeten ergens heen. En in dat ergens heen betekent het, dat ligt voor de hand, dat Amerika de leidende rol zal moeten gaan afstaan aan iets. Aan, we hebben wel gezegd, aan China. Who knows? Misschien aan een collectief. We hebben het wel eens gehad over de SDR, over van de IMF. Als een mandje van valuta. Dat is een potentiële target. We zitten nu op de dollar en je zou daarheen kunnen bewegen. Nou, en dat worden dan even, want niet alle kijkers zijn ingevoerd, maar dan heb je het ook over een special drawing rights. Een wereldmunt die gedekt is door wereldmunt die een mandje. Er is wel een mandje onder zit, toch? Dus daar zeg je eigenlijk van, het is niet één land, maar het is een collectief bijvoorbeeld. Nou, weet je, dat zijn allemaal denkrichtingen. Wat daarvoor nodig is om dit te doen, eigenlijk is digitaal centrale bankgeld. Dat is een stap waarvan men zich nu realiseert, zonder dit instrument gaan we dit niet cheffen. Ja. Dat is er nog niet. En waarom is dat? Kun je dat even kort toelichten? Wat daarvoor nodig? Dus je zegt digitaal centraal bankgeld. Ja, digitaal centrale bankgeld, dat is zeg maar geld uitgegeven door de centrale bank, zoals contant geld, maar dan digitaal en bruikbaar door particulieren en bedrijven. Want centrale banken geven wel digitaal geld uit, maar dat wordt alleen gebruikt door commerciële banken nu. En als dat er is, dan kan de centrale bank nog veel preciezer monetair beleid voeren. Het kan zelfs zo ver gaan, die zegt, jij krijgt min 2% rente en jij plus 2%, want jij moet leren sparen en jij moet meer uitgeven. Of jij krijgt geld, maar je moet het uitgeven qua gezondheidszorg. Je mag alleen maar bij de Albert Heijn, bij wijze van spreken. Ja. Maar mag ik het aanvullen? Maar even voor mijn beeld. Dat betekent dus want het is een enorme centralisatie, terwijl waar we mee starten, dat was juist eigenlijk een decentraal instrument, Bitcoin, waarbij we juist niet meer afhankelijk zijn van overheden en van al die instellingen. Laten we heel even de geschiedenis nog even ophelderen, want wat er natuurlijk gebeurde 2 jaar geleden, 2019 zomer, dat Mark Zuckerberg kwam met het idee van de Libra. Hoi, ik heb Facebook en ik wil graag een wereldmunt. Dat is handig, is leuk. Kunnen ze niet alleen hun hele leven online gooien, maar ook nog daar hun hele betaalgeschiedenis in mijn handen leggen. Ja, dat zie ik ook nog alles wat daar gebeurt. Ja, en binnen een paar weken stond Mark Zuckerberg in het congres het uitleg te geven en had de Franse minister van Financiën gezegd, this cannot happen. Ja. Waarom? Zij realiseerde zich, als Mark Zuckerberg dit gaat doen, zijn wij de controle kwijt over geldcreatie en over de soevereiniteit van de natie in monetair opzicht. Dat is aan pleiten. Dus dat is eigenlijk één van de twee gebeurtenissen die ervoor gezorgd heeft dat die centrale banken echt gas zijn gaan geven. Het andere was dat China zei, we komen binnenkort met de digitale renminbi. Dus ook digitaal centrale bank geld, maar dan in China. Even voor de duidelijkheid, dan hebben we het dus echt al wel over iets anders dan Bitcoin. Ja, absoluut. Niks met Bitcoin te maken. Het is wel digitaal. Het is in het geval van China bijvoorbeeld volledig gecentraliseerd. Dus maar wat is het anders dan een euro? Het is heel vergelijkbaar met een fysieke euro. Ja. Want het heeft ook geen tegenpartijrisico in de zin van een commerciële bank. Dus je zou het kunnen zien als digitale variant van contant geld. Alleen het is
Het is digitaal, dus in zoverre verschilt het. En het is dus ook anders dan de euro op je bankrekening. Want dat is eigenlijk alleen maar een entry in de database van de Rabobank. Dus het is echt een ander ding. En het is ook weer anders dan Bitcoin. Want Bitcoin is neutraal. Maar er zit een factor bij dus, als ik jou goed begrijp. Want het is niet alleen maar een euro, want die drukken ze nu ook al digitaal natuurlijk. Ja. Het is boven en daarin komt denk ik wel de overeenkomst met wat ze dan Bitcoin of eigenlijk die blockchain technologie doet. Dus dat je het heel gericht en beheerst kunt verstrekken. Ja, er zijn landen die zeggen, of monetaire, zoals ons probleem is ook dat wij natuurlijk niet meer monetair soeverein zijn als Nederland, dus wij hebben de ECB. Maar er zijn centrale banken die zeggen, wij gaan blockchain technologie gebruiken ook echt. Maar dan kom je bijna in het Chinese kredietsysteem, waarin je dus tegen andere voorwaarden mensen dat geld kan geven. Ja, dat wel. Alleen wat bijvoorbeeld ook de ECB in allerlei onderzoeksverkenningen zit ze nu in. Mm-hmm. Zegt van ja, wij vinden op zich ook privacy wel belangrijk. Dus je zou bijvoorbeeld een tweelaag systeem kunnen maken. Dat heel grote bedragen, de grote transacties, dat daar een bepaalde mate van surveillance op nodig is. Anti-witwas, terrorismefinanciering. Dat heel kleine bedragen, dat die privacy krijgen. Dus de overheid zegt, ik hoef niet te weten waar jij je kopje koffie afrekent. Ja. Maar als jij je jacht gaat betalen met tonnen, dan willen we dat wel zien. Waar dat vandaan komt. Maar dat is Europa die daar zo op reflecteert. Maar China zegt, wij willen dat kopje koffie ook wel weten. Willen alles weten. En jij hebt trouwens een hoge bloeddruk. Dus koffie is precies, voor jou een stuk duurder. Precies. En dat is de reden dat die centrale banken zeiden van, wij willen niet dat de Chinese digitale geld wereldwijd gebruikt gaat worden. Dat is natuurlijk een gevaar. Ja. Kijk, China is daarin extreem asymmetrisch. China zegt, binnen onze grenzen, Visa, Mastercard, nee hoor. Maar andersom, je kunt op Schiphol gewoon betalen met Alipay en WeChat. Dus zeggen, maar China wil heel graag deelnemen in de nieuwe digitale SDR, het valutamandje van de IMF. En China wil heel graag dat dat de opvolger wordt van de dollar, dat de basis wordt van het nieuwe geldsysteem. En wat heel belangrijk denk is om te beseffen, dat die SDR niets meer of minder is dan een nieuwe laag op het fiat geldsysteem. Ja. Dus er wordt nu een nieuwe laag ongedekt geld gebouwd, wat eigenlijk gewoon hetzelfde is wat we al hebben gedaan. Ja, want dat stapelen van schulden. Alleen we doen dat via de SDR, omdat daarmee eigenlijk onzichtbaar wordt dat we extra dollars, pounds, renminbi, euro's en yens gaan creëren. Is dit een van de redenen waarom het systeem het zo lang volhoudt? Niet precies het feit dat heel de wereld in hetzelfde schuitje zit. Klopt, maar dat is ook wat de Great Reset is. En omdat we weten allemaal dat dit huidige fiat systeem eindig is. Maar we kunnen niet zeggen, we moeten over naar plan B, wat eigenlijk een Bitcoin-achtig systeem zou moeten zijn. Dus we moeten zo lang doorgaan met plan A. We moeten letterlijk steeds weer een lager bovenop bouwen, kicking the can down the road. Ja. Om mensen het idee te geven dat we het systeem zo kunnen aanpassen en dat we er altijd maar mee door kunnen gaan. En de Great Reset, dat initiatief, nu van de World Economic Forum, wordt daarvoor gebruikt. Maar het is een laag bouwen, een extra laag bouwen op een gebouw wat al instabiel is. En ik was laatst in een call met allerlei centrale bankmensen. Want wij zijn betrokken bij de OMVIF. OMVIF is een monetaire denktank in Londen, waarbij de centrale bankiers en de private wereld samenkomen. Ik heb een eigen beleggingsfonds. Omdat wij dat sponsoren. Mm-hmm. Dus de private partijen mogen binnen de OMVIF sponsoren. Zo wordt het gefinancierd. En dan mag je meeluisteren en soms zelfs meepraten met de centrale bankiers. We hadden een call over dit onderwerp, over central bank digital currencies. Mm-hmm. Waarbij alle centrale banken keurig vertelden wat hun plan was. En deden alsof ze werkten aan het grote nieuwe financiële systeem voor de toekomst. Dat was één heel interessante spreker, oud centraal bankier. Inmiddels in dienst van een van de grote cryptobedrijven in Amerika. Ja. En die zei, jongens, jullie kunnen wel doen alsof jullie gaan bepalen wat de nieuwe crypto-revolutie wordt, de nieuwe central bank digital currencies, maar de staat heeft geen monopolie meer op geld. Dus er ontstaan nu in de private sector initiatieven. Libra wordt afgeschoten omdat ze macht hebben over Facebook. Ze kunnen tegen Mark Zuckerberg zeggen, kapper ermee, anders doen we dit of dat. Maar ze hebben niet die macht over Bitcoin. Bitcoin heeft geen CEO. Nee, Bitcoin heeft geen hoofdkantoor. Bitcoin heeft geen bestuur. Dus ze komen er nu achter, en dat is essentieel,
De macht komt er nu achter dat ze de macht over geld aan het verliezen zijn. Dus je kan nog zoveel central bank digital currencies aan mensen voorschotelen. Je kan ze gratis geld geven. Ja. Dat zullen mensen aannemen in hun wallet. Maar het slimme geld zegt, ik ga dat geld van de overheid nemen, lekker uitgeven. Maar ik ga zoveel mogelijk bitcoin accumuleren als store of value. En daar hebben overheden nu een groot probleem. Exact. Dus dit was even de schets van waar we middenin zitten. Ja, want dat was de vraag. Ja. En de transitie die men probeert te gaan maken, weg van het dollarsysteem naar iets nieuws, waarvan we nog aan het uitvinden zijn wat het dan is. Daarin heb je central bank digital currencies nodig. Dat kunnen nationale munten zijn, maar dat kunnen ook heel goed mandjes zijn. Ja. En waarom zouden China en Zuid-Korea niet met hun handel gaan drijven in een mandje bestaande uit de Koreaanse won en de Chinese renminbi? Waarom zou dat per se via de SDR of de dollar of whatever moeten? En er zijn allerlei... Regionaal zou je dat kunnen oplossen? Dat zijn allemaal dingen die ze aan het uitvogelen zijn. Bitcoin heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld om het denken over digitaal centrale bankgeld op de kaart te zetten. Dus ze hebben Bitcoin ook een beetje gebruikt als... Als breekijzer om het salonveeg te maken. Om het idee van ik heb een wallet met een digitale munt bij de mensen te krijgen. Okay. En ik zie het een beetje als een paard van Troje. Want ze hebben het geaccepteerd. Ze hebben besloten in 2016, 2017 om het niet te verbieden, maar om het te gaan reguleren. Ja. Daarmee wordt het nu verankerd in de instituties. Straks heeft het ministerie van Financiën een afdeling met bitcoiners. Er zijn allerlei advocaatkantoren met bitcoiners. De Nederlandse Bank heeft een afdeling. Maar blijft de vijand van het huidige systeem. Ja. Alleen op een gegeven moment is het zo... Zit het overal binnen dat ze heel moeilijk meer kunnen zeggen... we gaan toch iedereen ontzettend verbieden. Okay, even om het op een rij, want ik stelde de vraag... Hè, hoe zien we in een wereld waarin macht zo'n belangrijke rol speelt... Hè, waarin ook instituties en macht natuurlijk bij elkaar horen... Ja. Een overheid die in laatste instantie inderdaad zelfs het geweldsmonopolie heeft... En inzet, hè? En ook zonder meer inzet. Kijk, naar museum plein. Hoe gaan die om dus met een situatie waarin zo'n eigenlijk munt opkomt van onderop... Ja. Die juist tegen die centralisering ingaat, die het mogelijk maakt juist om los daarvan iets op te tuigen. Eerste antwoord, ze zijn eigenlijk zelf ook bezig. Ik probeer het even op een rij te krijgen. Hun antwoord is met de SDR's, die special drawing rights, maar ook banken die eigenlijk zelf nu digitale valuta... Centrale banken, die digitale valuta omarmen. Maar dat doen ze nog, zegt Willem, precies op de oude manier. Ja, absoluut. En je kan zeggen, en dat is wellicht om de crisis nog af te wenden. Want kijk maar naar Europa. Griekenland zou natuurlijk al lang failliet zijn gegaan. En Italië misschien ook wel. Wanneer die niet onderdeel zouden zijn geweest van het grotere systeem. Als we nou een wereldwijd systeem maken... Ja, daar zit iedereen daarin. Klopt. Onderdeel van de Great Reset was ook van... laten we de geldcreatie synchroniseren... zodat de valutahandel stabiel blijft. Dus zorgen we eigenlijk dat precies... Maar, dus, hoe meer je bouwt aan dat systeem... Hoe groter de klap wordt. Hoe interessanter bitcoin wordt. Hoe groter de vlucht naar bitcoin. Ja, maar dat dus het is de moeder der alle geldconflicten. Ja, maar Bert zegt iets interessants. Hij zegt maar wat je tegelijkertijd ziet... Dat is dat eigenlijk met die manier van denken, die misschien in China dan anders wordt aangewend dan pak een beetje in Washington of in Brussel. En maar dat die manier van denken er wel toe leidt dat men in feite dus die digitale valuta toch omarmt en ook crypto gaat omarmen. Ze gaan dus iets doen wat 180 graden Bitcoin. Dat is het gekke. Maar dus vanaf hier, kijk, en nu komen we op het punt dat we het niet meer precies weten hoe het zal lopen. Vanaf hier zijn er allerlei scenario's mogelijk. Zitten pensioenfondsen er inmiddels in? Nee. In Nederland niet, maar in andere landen wel. Maar heel voorzichtig een aantal verzekeraars. Ja. Maar wat heel interessant is, een van de grote analisten in het Bitcoin-verhaal is een Nederlander. Met de naam, hij blijft nog steeds anoniem, Plan B. Hij publiceert heel groot op internet. Is het dierenpartij, toch? Nee, ook. Die hebben het ook. Nee, maar CNBC in Amerika laat zien wat Plan B tweet over Bitcoin. Want hij heeft een waarderingsmodel gemaakt. Het is een Nederlander. Mm-hmm. Die werkte
had een hele hoge functie bij een Nederlandse financial. Ik weet wie die is, ik mag het niet vertellen. Nee. Hij is nu weggegaan uit een topfunctie bij een Nederlandse financial, wat hij plan A noemt, om fulltime te werken aan wat hij plan B noemt, en dat is Bitcoin. En dit is zo'n mooi voorbeeld, want hij heeft binnen zijn eigen organisatie jaren geprobeerd ze zover te krijgen dat ze Bitcoin gaan integreren in hun beleggingen. Maar het is niet acceptabel, want de centrale bank kijkt mee en die zegt, daarom zal je ook niet één centrale bank vinden in de wereld die Bitcoin gaat accumuleren. Maar goed, Bert zegt nu toch, we zullen zien dat Bitcoin ook toch in die institutionele wereld terechtkomt. Ja, alleen bij mensen, alleen met slimme geld en het grote geld, maar niet met institutionele geld, niet bij de centrale bank zelf. Niet bij de centrale bank zelf, maar wel bij overheden, suggereer jij. Nou ja, het punt is, dat is het punt. Waar we nu staan, zijn er allerlei scenario's mogelijk. In het meest, laat ik zeggen, karige, beperkte scenario is Bitcoin in de komende 10 jaar niets meer dan een kurk, een reddingsboot voor rijke mensen, rijke families, bedrijven en een enkele institutie. Dat zou kunnen. En dan heb je het over het narratief van digitale goud. That's it. Maar er zijn ook scenario's waarin Bitcoin een grotere rol gaat spelen dan dat. Precies omdat het neutraal is. En niemand kan zeggen, je mag wel, je mag niet. Er zijn gewoon allerlei mensen die dingen kunnen gaan doen. Die dingen die kunnen gaan ontstaan. En het punt is, je krijgt concurrentie. Je kan concurrentie krijgen tussen landen. Ja, Bert, dat is een goed punt. Want stel je nou voor dat er één land is. Heel klein land, Panama. Ja. Dat Bitcoin accepteert. En die zegt, maar stel dat één land zegt, Bitcoin wordt onze standaard. Ja. Ja, wij gaan. Panama is de munt gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Ja. Amerikaanse dollar heeft. Daar stappen we vanaf. We worden een Bitcoin-economie. En al is dat nog maar. Al is mijn minim klein land. Want dat is ook. Ik denk alleen een heel klein land kan dat gaan doen. Ja. Dan breekt. Dan zeg maar. Iets. Dan breekt er iets in die dam. Er is dus een dam van alle landen die zeggen, wij gaan dat officieel nooit gebruiken, want dan zijn we de controle kwijt. Als dat gebeurt. Er is een soort speltheorie, dat als ene doet, dan moeten anderen doen. Maar, zouden ooit. Hè, dat de grote landen. Accepteren. Nee. Ja? Nee. Het is dat kleine landen die militair niet machtig zijn, werkelijk het hele financiële systeem omver zouden. Amerika heeft veel oorlogen gevoerd om de petrodollar deal. Daarom. Ja, maar alle landen die olieproducent waren en afstapten van de petrodollar en de euro, de olie en euro ging prijzen, die hadden een probleem. Saddam is verwijderd, Gaddafi is verwijderd. Die voorbeelden zijn allemaal bekend. Ik denk dat China daar ook niet voor terug zou deinzen. Nee. Dus. En de belangen van China, Europa en Amerika lopen in deze, monetair gezien, gelijk op. Ik denk dat alles zal worden gedaan om zo'n land koud te stellen. Nou ja, ik ga nog een stap verder. Ik ga nog even verder. Want jij zegt nu, de slimmerikken met groot geld, die zullen in Bitcoin. Die zitten er al in. Als je kijkt gewoon naar het sentiment, hè? Denk aan Piketty, hè? Over kapitaal. Uh-huh. Als je ook de commentaren hoofd over de groeiende ongelijkheid. Denk je dat zo'n vluchthaven, die vooral door het groot kapitaal wordt gebruikt, dat die zal worden geaccepteerd? Dus sterker nog, ik ga toch eventjes de vraag. De overheid zou zich niet met geld moeten bemoeien, ja? Hier zegt 66% is het niet eens met die stelling. Ja? Dus het idee van de overheid moet geld wel degelijk reguleren of moet zich ermee bemoeien. Dus de overheid weet zich gesteund door het volk dat ze moeten optreden tegen iets wat destabiliserend is voor het. Dat zien we bij corona. Mensen zeggen dit wel, maar dit kan natuurlijk ook heel snel veranderen. Hè? Kijk, in een land als. Stel dat je deze peiling zou doen in Venezuela of Nigeria of Wit-Rusland of Turkije, dan krijg je een heel ander verhaal. Kijk, en dat, we denken heel snel vanuit onze Nederlandse bubbel. Kijk, het idee van. Het zijn alleen maar de rijken die er iets mee gaan doen. Dat is de meest conservatieve pad vanaf hier. Mm-hmm. Het meest agressieve pad is dat er daadwerkelijk een paar landen zullen zeggen, wij omarmen Bitcoin en we zullen wel zien wat er gebeurt. Die twee vind ik allebei onwaarschijnlijk. Ik denk dat ergens daartussenin zal liggen. En ik denk dat landen, Turkije is Bitcoin onwijs populair, hè? 15% inflatie per jaar. Pas de centrale bank directeur afgezet, in één nacht 10% die munt gedevalueerd.
mensen die realiseren zich daar dat ze hun geld, hun vermogen beter in Bitcoin kunnen bewaren dan in de Turkse lira. Dat is een interessant punt wat je nu Libanon zegt. Gebeurt nou, het nu hetzelfde. Maar kijk, wij kennen landen met hyperinflatie. Ja. Dan is het altijd Weimar, Zimbabwe, Venezuela, Iran. Ver van ons bedshow. Er komen nu, doordat de crisis groter en groter wordt, en de excessen in het geldsysteem steeds absurder worden, er zullen steeds meer landen komen. Libanon komt nu in hyperinflatie. Libanon, ja. Syrië. Dus er komen steeds meer landen, ook bij ons in de buurt, die dit mee gaan maken. En in die situaties zal Bitcoin blijken de reddingsboei te zijn. Ja. Zoals goud het ook altijd is geweest. En dit is zeg maar een golf die over de wereld gaat. Sommigen zeggen al dat de huidige stand van de beurs ook al een indicatie is van, van een aankondiging. Van en maar ook wat nu met de huizenprijzen gebeurt. Hè? Dus dat het voorboden zijn van hyperinflationaire ontwikkeling. Ja. Dus wat mensen in Turkije nu dagelijks meemaken, dat gaan Nederlanders, die gaan dan nu het allereerste smaakje van proeven. Ja, dus Nederland 10% gestegen. Sinds 2013 gemiddeld 8,3% per jaar vastgoed in Nederland. Ja. Al. Dus dat is niet alleen iets van vandaag, maar dat is en dat wordt komende 2 jaar alleen maar veel extremer. Betekent niet dat huizen meer waard worden, betekent dat geld minder waard wordt. En dat gaan mensen snappen. Nu. Precies, dat gaan mensen zien, ze gaan het voelen. Dus er is nu een generatie die opgroeit, die nu van school komt met een studieschuld, die denkt, mijn salaris stijgt niet met 8% per jaar. Het huis waar ik voor spaar wel. Ik ga dat nooit bij elkaar sparen. Dus dat verwijdert zich. Dus ik moet iets anders. Ik moet wel in crypto. Dus ik moet wel naar Bitcoin. Ja. Weet je wel? En wij zitten hier wat dat betreft in een extreem luxe bubbel. Weet je, de euro is een van de beste munten van de wereld. Alleen de dollar zou je kunnen zeggen, weet je, als iedereen overal wegvlucht, dan vluchten ze alsnog wel naar de dollar. Dat is toch een soort van, de rest zal eerder kapot gaan, denk ik dan. The last man standing qua currencies. En de euro zit daar vlak onder. En we hebben een fantastisch betaalsysteem met direct payments en tikkies. En dus weet je, we hebben hier niet zoveel te mopperen. Maar er zijn natuurlijk ontzettend maar veel rijke landen. Mensen. Rijke mensen hebben wel wat te mopperen. Ik moet hier nu weg, omdat ik op iemand op kantoor krijg. En dat is een adviseur van rijke mensen. En die komt weer praten met een van zijn klanten. Omdat die rijke mensen krijgen geen rente meer op hun spaargeld. Ja. Die beginnen zich ernstig zorgen te maken over de geldcreatie. En waar wij vroeger ons best moesten doen om dit aan mensen te vertellen en te waarschuwen. Ja, daar hebben ze het nu door. Dat is wat we ook zien. Hè? Een instroom aan geld wat wij zien, wat we nooit, waar we niets hoeven te doen. Ja. Mensen zijn massaal wakker aan het worden. Nou, in Amerika, en dat is heel ernstig. In Amerika zijn ze denk ik nog een stapje verder. Hè. Daar zie je dus, dat is misschien ook vanuit een stukje opportunisme, maar dat zowel de regelgevers, de SEC, maar ook bij de Fed zelfs, nota bene, en instituties, pensioenfondsen, verzekeraars, grote bedrijven, maar ook de financiële dienstverleners, dus de grote banken, maar ook PayPal en Venmo en Square, dat zijn de neobanks daar, zeg maar, allemaal aan Bitcoin aan het omarmen. Visa, Mastercard kun je er binnenkort mee betalen. Ja. Dus daar is no way back, hè? There's no way back. Als je eenmaal dat hebt geaccepteerd, ook als regulator, dat zij mogen dat nu gaan gebruiken, dan bestrijd je dus niet meer Bitcoin, dan faciliteer je het. Als je iets reguleert, accepteer je het. En dat is inderdaad wat jij die zegt. Regulatory arbitrage, die ga je nu zien. Hè? Dus Zwitserland loopt voorop in Europa, net als Letland en Liechtenstein en Portugal. Ja. Malta. Ja. Nou, buiten Europa heb je bijvoorbeeld Singapore die heel erg aan de weg timmert. Israël zelfs. Nou, Amerika en Canada die lijken nu ook te denken vlucht naar voren. En maar dat betekent niet dat de centrale bank Bitcoin gaat kopen. Hè? Het reguleren van. Maar het komt steeds een stapje dichterbij. Ja. Oké, maar dan gaan we toch even terug naar de vraag waar we zo even al mee begonnen zijn. Hè? Dus we zien het huidige systeem op zijn laatste benen lopen. Dat is eigenlijk een schuldenberg die torenhoog is, die geloof ik nog 50% of 60% hoger is dan ten tijde van de Lehman Crash. De kredietcrisis, De kredietcrisis. Ja. Dus hij is zeker afgelopen jaar weer geëxplodeerd. Elke crisis ga je factor 10 meer geld creatie Dus het is paradoxaal. Dus we hebben de schuldencrisis opgelost door meer schulden te maken. Ja. Dus dat voelt niet erg duurzaam aan. Dus onder andere Bitcoin is een reactie daarop. Ik denk ook die herwaardering van goud en zilver die je toch ook ziet. Dat is dus we zien dus dat er nieuwe manieren worden gezocht eigenlijk om veiligheid te creëren. Ook door, vooral door rijke mensen. Vooral bij rijke mensen. Bitcoin is dan misschien door
ooit door anarchisten ontwikkeld, maar inmiddels ook dus door, laten we zeggen, de gevestigde orde wel. Niet de institutionele orde misschien, maar wel nu is de vraag, mij betreft, is Bitcoin puur een reddingsboot voor rijken of mensen in het nauw? Ja. Is het een reddingsboot voor de hele wereld? Of is het zelfs uiteindelijk een reddingsboot voor landen, in de zin dat landen tot de conclusie komen van, we mogen elkaar allemaal niet. We komen hier in een machtsconflict waar we niet zomaar uitkomen en Bitcoin is neutraal. Ik weet niet waar we eindigen. Er is heel veel voor te zeggen dat die laatste een bridge too far is. Maar ik sluit hem ook niet uit. Nou, ja. we hebben een mooi voorbeeld. We hebben een groot hedge fund gehad, hè, wat nu net is collapsed, hè, ingestort. Ja. Waardoor Credit Suisse 5 miljard verlies moet nemen. Daar zat een heel consortium van banken in. Die lenen allemaal geld uit aan dat hedge fund. Je kan proberen gezamenlijk een oplossing ervoor te kiezen om zo min mogelijk verlies te hebben met z'n allen. Maar wat gebeurde er? Goldman Sachs die zei als eerste, ik ga alles verkopen. Ja. En liet daarmee alles crashen. En dit kan op landniveau dus ook gebeuren. Exact. Dat er één land zegt van, nou, heel leuk wat jullie allemaal doen met die geldcreatie. Maar ja, ik geloof er niet meer in. Wij stappen eruit. Het punt is, de eerste die het doet, die is de winnaar. Juist. En de tweede die het doet, die krijgt de zilveren medaille. En de derde, en de laatste die het doet, is de lul. Ja. Ja. Weet je wel? En zodra je dat gaat zien, het is een soort stoelendans. En als de muziek stopt, weet je. Dus ik sluit dat scenario niet uit. En dat is het punt waar we nu staan. We weten dat deze muziek ooit stopt. Omdat die 254 ongedekte geldsystemen uit het verleden allemaal zijn gestopt. Alleen ze denken dus nu dat ze een overgang kunnen managen naar iets nieuws. Waar Bitcoin geen onderdeel van is. Nee, maar dat beschrijf je in de Big Reset. Dat kan je alleen doen door goud te revalueren, terug te brengen in het financiële systeem als de basis. Maar dan zou je dat als basis van bijvoorbeeld die SDR's kunnen nemen. Juist. Ja. Nou, dan zou je dat kunnen doen. En, dat is de vraag is of het wordt met goud. Maar dan krijg je dus het gevecht of een goudgedekt geldsysteem sterker is of sterk genoeg is om de Bitcoin-revolutie als het ware. Maar kijk, ik denk dat je dan nog zal de vraag natuurlijk zich voordoen. Kun je, ook met die SDR's, kun je het huidige systeem handhaven? Of moet je zeggen, nee, we gaan sowieso naar een reset en we bouwen het opnieuw SDR's? Een SDR-systeem als opvolger, als opvolger. Dat de SDR de valuta is waarin wij olies gaan verhandelen en andere grondstoffen gaan verhandelen, dan hebben we een monetair reset gehad, omdat de dollar een stapje terug doet. De dollar is nog steeds 45% van de SDR. Dus dit is ook voor Amerika een acceptabele vorm, want de dollar blijft de leading currency ook, hè, in de SDR. En daarom is volgens mij de SDR de enige politiek acceptabele oplossing voor alle landen. China wil het, Rusland wil het. Amerika ziet nu wel in dat ze dit moeten gaan accepteren, omdat de Bitcoin-revolutie dreigt. Ja, anders zullen we veel meer verliezen. Je positioneert hem tegenover de Bitcoin-revolutie. Ja. Maar er is natuurlijk ook nog denkbaar dat ze uit de categorie if you can't beat it, join it, dat ze het inkapselen. Dat ze het op een of andere manier. Dat is alleen maar voor te stellen, doordat we dan zeggen, we gaan aan de SDR een zesde en zevende valuta toevoegen. Zesde valuta is goud, zevende valuta is voor 1% Bitcoin. Precies, bijvoorbeeld. Maar Bitcoin is zo strijdig met het huidige systeem dat ik me dat eigenlijk niet voor kan stellen. Kijk, goud is onderdeel altijd gebleven van dit systeem. De centrale bank blijft. Dat is het. Want die centrale banken die bezitten zoveel goud. Daarom is dit een makkelijke route. Je deed net een beroep op de verbeeldingskracht van mensen. Maar dat zou hiermee ook moeten. En het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat Bitcoin. Niks voor. Maar het zou kunnen in de loop der tijd Bitcoin natuurlijk zo verandert van karakter. Net zoals dat het nu heel anders is dan 4 jaar geleden. Mm-hmm. Dat het op een bepaald moment in de komende decennium, dat het de beste uitweg is om het toch te kapselen. Echt gezamenlijk en dan echt als een klein onderdeel. En wat anders mogelijk. Het is echt plan A tegen plan B. En plan B is gewoon Bitcoin. Ja, het blijft er haaks op staan. Ik weet het ook niet. Hè. Het is ook verkenning. Ik zie dat opties. Niet morgen. Als we even die machtsvraag er weer bij nemen. Hè. Dus je zegt, nou, zij kunnen natuurlijk met militaire middelen desnoods in ieder geval proberen zoiets als een wereldfinancieel systeem op te tuigen. Nou is er nog een kans, en dat hebben we, dat die wereld zelf multipolair wordt. Dus dat China zegt, ik ga daar niet in mee. Of Amerika zegt, ik ga daar niet in mee. Of, dat is al bezig, Dat is al gaande. Dus dan gaat die oplossing eigenlijk sowieso niet werken met die
via IMF? Want dan zijn de landen eigenlijk... Nou, onder Trump zaten we in dat onder scenario. Onder Trump zaten we in dat scenario. Ik heb net een stuk geschreven samen met de chairman van de OMVIF hierover. Om te constateren dat toen Trump er was, was dit niet mogelijk, deze samenwerking. Nu Trump weg is, Janet Yellen is benoemd tot minister van Financiën onder Biden. Janet Yellen, wat was haar een van de eerste acties die ze nam? Ze schreef een brief aan de G20 dat we nu de SDR grootschalig moesten gaan inzetten om de arme landen te helpen. Hè? Dat was de spin. Ja. Er waren in de hele wereld de afgelopen 60 jaar maar 200 miljard SDR's gecreëerd. Er zijn er nu 500 miljard extra gecreëerd door de brief van mevrouw Yellen. En dat was dus het bewijs dat Amerika nu heeft geaccepteerd. We gaan de SDR gebruiken als nieuwe laag in het fiat systeem. We kunnen daarmee geld creëren om wereldwijd uit te delen, om de arme landen te helpen, om alles groen te maken. Maken alle spin van die je nodig hebt. Maar we gaan die laag creëren. Dat besluit is nu genomen. Oké, ja, we moeten natuurlijk afwachten hoe stabiel dat wordt. Hè? We moeten ook maar afwachten hoe stabiel uiteindelijk die euro blijft. Hè? Ik bedoel, we hebben de verkiezingen in Frankrijk. Het is niet eens uitgesloten dat Le Pen dat wordt. Hè? Dus wat gaat daar gebeuren? Maar goed, dat weten we dus niet. We zien in ieder geval dat er pogingen worden gedaan om met die centrale macht om daar een antwoord te formuleren. Willem zegt ook, ja, maar die bitcoin blijft er eigenlijk altijd toch soort van haaks op staan. Dat is een revolutionaire, een soort ongrijpbaar. Maar we hebben natuurlijk wel aan het begin al vastgesteld, ja, je zult toch infrastructuur nodig hebben. Hè? Dus bitcoin blijft toch op de een of andere manier afhankelijk van instituties. Nee. Ik bedoel, je moet elektriciteit hebben. Elektriciteit, moet... oké. Nee, maar dus op dat niveau al, hè? Ja. Je kunt gewoon natuurlijk de... Ja, en als je ermee wil betalen... Kijk, Tesla zegt, je kan met een bitcoin een auto kopen... maar 99,99% van alle betalingen worden niet in bitcoin gedaan. Dus als je de on- en off-ramps, hè, zo wordt het genoemd... als je de op- en afritten naar de bitcoin blokkeert... Ja. De politie, de overheid kan de op- en afritten gaan blokkeren. Dan, wordt het, of, dan verliest het eigenlijk zijn werking als betaalmiddel. Ja, maar dan blijft het store value. Dat zou kunnen. Ik verwacht dat ze dat gaan doen. Dat is dus één van de scenario's. Hè? Ja. Die zit redelijk in het midden. Dat zeggen, nou, we accepteren wel store value, maar we gaan wel voorkomen dat je het als medium of exchange gebruikt als betaalmiddel. En dat gaan we heel erg beperken, want ze zullen het dan niet verbieden, maar beperken. Zodanig dat het de facto verboden is. Maar wij, die 1%, gebruiken het lekker als store value. Ja, dus maar dan, dat is een optie, maar dat hoeft niet te gebeuren. Nee, dus je moet hier echt denken in spectrums van verschillende van opties. Scenario's, Nou, toch... bovenop Bitcoin wordt ook keihard gewerkt aan allerlei betaalinfrastructuren, hè? Op allerlei manieren. Zowel trustless, hè, dus met hetzelfde karakter als Bitcoin, dat je geen centrale partij hoeft te vertrouwen. Dat heet het Lightning-netwerk. Maar ook op basis van wel centrale partijen, hè, zoals PayPal dat bijvoorbeeld doet. En daar kun je elkaar gewoon Bitcoin sturen en blijft dan binnen PayPal. Er zijn allerlei varianten in dat spectrum waarop aan gebouwd wordt. We hebben het nu alleen over Bitcoin, hè, maar er is natuurlijk veel meer wat je zegt. Hè. Dus, ja, dus, Ethereum, dat Ethereum, DeFi. Zijn dat de serieuze alternatieven? Ja, ik beschrijf het als het goud. Kijk, goud is het centrum van de grondstoffen, maar je hebt ook zilver, koper, nickel en zink. Bitcoin is het centrum van de crypto-wereld. Dat is het goud van... Ja, maar Ethereum is het koper. Daar kunnen we heel veel toepassingen voor verzinnen. Ja. Maar we hebben ook nog nickel en we hebben diamant. En dat zie je in de crypto-space ook ontstaan. Er zijn allemaal use cases aan het ontstaan voor specifieke coins. Zo moet je dat wel echt zien. Hè? Dus je moet je hebt 10.000 crypto-munten. Ja. Daarvan zijn er 9500 volstrekt kansloos en overbodig. Het zijn leuke experimentjes van mensen om wat te oefenen en te klooien. En dat gaat gewoon verdwijnen. De meeste oplichters die een eigen oplichters, scammers, meuk. Maar soms ook gewoon technologische experimenten die hun functie hebben gehad om iets te bewijzen of het wel of niet werkt. En, weet je wel? En er is dan een gedeelte die het idee hebben, ik ga echt iets oplossen. Dat kan bijvoorbeeld zijn decentralized finance. Decentralized finance is waar Bitcoin geld is. Geld probeert te decentraliseren met die eigenschappen die we net noemden. Neutraal, open, permissionless enzovoort. Decentralized finance wil hetzelfde doen, maar dan voor financiële dienstverlening. Dus sparen, lenen en uitlenen. Sparen met rente bedoel ik dan. Handelen, verzekeren, pensioenen, dat soort zaken. Dus alles wat financiële dienstverleners aanbieden, maar dan zonder centrale partij op basis van goedkoper, code. Efficiënter, gewoon digitaal. Maar dus ook zonder dat je iemand hoeft te vertrouwen. Dus dat je alles kunt controleren wat er gebeurt. Nou,
decentrale identiteit is ook een vraagstuk. Mm-hmm. Wordt ook aangewerkt. Iets anders, decentrale eigendomsrechten. Digitale eigendomsrechten, hè? NFT's, we horen de laatste tijd veel over. Dat zijn allemaal vraagstukken die waar mee geëxperimenteerd wordt en waar crypto-projecten zijn. Dus dat heette crypto-projecten, omdat ook cryptografie gebruikt wordt als instrument om dat soort digitale eigendommen over te dragen. Maar Bert, dat is een heel andere revolutie, hè, dan de monetaire, dan de geldrevolutie. Nee, precies. Ik zou voor willen stellen, laten we het wel bij het geldsysteem. Exact. Ja. En daarom zou ik ook... Maar de revolutie gaat door, hè? Ja. Dat stop je niet. Nee, ja. dus al die andere experimenten die zijn ten eerste veel experimenteler nog. Dus staan veel meer in de kinderschoenen, zijn veel risicovoller en ook veel grotere kans nog dat er dingen veranderen of mislukken of wat dan ook. Dus dat is denk ik één onderscheid. En tweede is dat allemaal niet geld is. Maar het gaat over geld. Gaat de wereld wel veranderen, ja. Maar op een andere niet vlak. Monetair, nee, precies. Meer technologisch van precies, aard. Ja, dat is zoals ook zilver, ook industrieel, en diamant. Maar dat is dus ook voor de luisteraars belangrijk. We mogen best cryptovaluta noemen. En het is ook best interessant om je erin te verdiepen. Maar Bitcoin is geld. Bitcoin is het echt, heeft die financiële... Dus we hebben het net even over decentralized finance. Wat je daar dus ook ziet. Er zijn op dit moment meer dan 100.000 bitcoins die zijn... naar het Ethereum-netwerk verplaatst... om daar als onderpand te dienen in decentralized finance. Als een geldfunctie. Waanzinnig interessant. Dus, dus Ethereum is eigenlijk ook een soort laag op Bitcoin geworden daarmee. Maar daar wordt Bitcoin dus ook per definitie steeds waardevoller... omdat er steeds meer... Ze gebruiken het eigenlijk binnen die omgeving de facto als geld. Ja, dus dat is ook waarschijnlijk de reden waarom Musk natuurlijk als een techbedrijf dit ook zo omarmd heeft. Realiseer je ook dat Elon Musk is ook de oprichter van PayPal. Hè? Dus die man weet wel wat hij doet. Die weet wat hij doet. Ik heb nog twee vragen. Nog veel meer, maar binnen dit tijdsbestek. Ik denk dat we jullie nog een keer terug moeten komen, want er liggen er nog veel meer wat mij betreft. En ik vind het uitermate interessant. Dus, maar twee dingen. Eerste is, je hoort toch nogal veel bezwaren, ook in de richting van Bitcoin, maar ook ten aanzien van blockchain technologie, komen vanuit de hoek van de duurzaamheid. Mm-hmm. Dus dat gezegd, dat mijnen, dat is zo energie-intensief. Als we het nou hebben over duurzaamheid, in termen van ecologische duurzaamheid. Gaan we toch groene energie gebruiken? Je mag je antwoord geven. Nee, maar het is een munt die heel veel energie kost. Hè. Dat is, ik geloof dat inmiddels voor het mijnen was energie... Een land als Denemarken. Als Denemarken of Bulgarije, geloof ik. Was geloof ik bitcoin. Dus ik bedoel, dat is geen kleinigheid. Dus hoe kijken jullie daarnaar? Want dat is... Dit lijkt mij toch een vrij serieus bezwaar te zijn. Ja, het is een complex vraagstuk waar je niet in een paar minuten een antwoord op kunt geven. Je moet eigenlijk... Wil je hier je mening over vormen, dan zul je eigenlijk veel verder in moeten verdiepen dan wat je laten we filosofisch benaderen. Ja. Laten we filosofisch ik hoef benaderen. Niet, ja. Hoe kan iets nou waarde hebben zonder dat je er eerst een hele hoop waarde in hebt moeten stoppen. Ja, het is gewoon veel arbeid. Om goud, veel arbeid. Dat is arbeid is energie. Ja. Arbeid is energie. Dus het is het mooiste bewijs dat Bitcoin iets heel waardevols is. Want als er niet veel energie voor nodig was geweest, dan kon het ook niet waardevol zijn. Dat is heel echt. Ja, het is toch tamelijk wrang. Maar als je zou zeggen, want wiskundig gesproken zit het hem in die eindigheid. Ja. Zit het hem in die 21 miljoen. Maar de eindigheid is er alleen maar vanwege de energie die uitgegeven wordt. Dat is een mooi sofisme dit. Ja, het zit hem in die eindigheid. Ja, maar in de wereld. Wij zijn zo afgestapt. Mijn vader was een kernfysicus. En weet je, ik ben grootgebracht met de natuurkunde. Actie is reactie. En wat doen economen? Wat doen we in het geldsysteem? We doen alsof we geld en waarde uit het niets kunnen creëren. Dat kan per definitie niet. Nee, maar dat begrijp ik. Maar... En dus met onze groene bril te gaan kijken naar Bitcoin en er dan tegen te zijn, want het verbruikt veel energie. Jongens, de zonne-energie is onbeperkt. Laten we dat dan helder hebben. Bert? Zal ik er ook een filosofisch antwoord geven? Kijk, het punt is dat als je Bitcoin waardeloos vindt, dan is elke joule er één te veel. Juist. Maar dat geldt ook voor aquariums en kerstverlichting. Ja, als je Bitcoin wel waarde vindt hebben,
dan is niet de vraag, mag het energie gebruiken? Nee. Maar hoe wordt die energie opgewekt? En eigenlijk, de reden dat er nu een aanklacht is... Maar percentages dat iets van 50% van de totale internet... Nee, dat is onzin. Waar hebben we het over, als we het over het energieverbruik hebben? Het is wel fors. Het gaat geloof ik op dit moment om 300 terawattuur per jaar. En dat is 0,03% van de totale energiegebruik van de wereld. Maar dat kan ook nog best wat stijgen. Het gaat niet oneindig stijgen. Dat zijn van die misvattingen. Dat exponentieel groeit is ook onzin. Kijk, Bitcoin heeft een constant energiegebruik, ongeacht hoeveel transacties er plaatsvinden. Ongeacht hoeveel waarde erin opgeslagen wordt. Ja. De bus die rijdt nou eenmaal, ongeacht hoeveel passagiers. En er kunnen er oneindig veel in. En dus dat zitten ook heel veel misvattingen omheen. Mm-hmm. Maar los, kijk, als je al die misvattingen zou afpellen, dan blijft er alsnog over, ja, het gebruikt energie. En ja, dat is nodig om die eindigheid te garanderen. Dat is nou net de clue. En je kan de energieverbruik wel weghalen, maar dan is er ook geen eindigheid meer. Maar waarom doen we dit niet voor hoeveel energie het kost om bier te maken? Of een festival? Ja, dat is natuurlijk een soort van libertaire vraag. Van, joh, het is, als iemand bereid is voor de marktprijs te betalen, dan is het niet aan jou om daar een oordeel over te hebben. Dat is natuurlijk ook een manier om er naar te kijken. Maar ik vind het helemaal niet erg om op zichzelf om de vraag te stellen. Maar hij komt uit bij de subjectiviteit van de waarde van Bitcoin. Als je die nul vindt, dan... Maar Bert, ik heb energie een beetje bestudeerd. Als er één ding duidelijk is, we hebben niet een tekort aan energie in de wereld. Met alle revoluties die er nu zijn met zon- en windenergie, is energie bijna gratis geworden. Als je nu een tender doet in het Midden-Oosten voor zonnecentrale, dan hoef je als staat maar 3 cent per kilowattuur te betalen en dan wil iemand een zonnecentrale bouwen. Er is zoveel energie gratis, bijna gratis beschikbaar en er wordt alleen maar meer. Wij zijn een beetje kinderen van de energierevolutie, de energiecrisis, de oliecrisis. Laten we die discussie niet gaan voeren, Willem. Maar goed, laten we niet gaan voeren, want is echt een ander onderwerp. En volgens mij, daar kun je ook kanttekeningen bij plaatsen. Dit is niet het probleem. Oké, dan mijn laatste vraag, daar gaan we ook mee afsluiten. Dus... wanneer ik toch naar jullie luister, dan komt ook wel een, laten we zeggen, een zekere onrust in mij op. Dat ik, aan de ene kant zie ik het huidige systeem bijna in een krampachtig proberen om het stelsel overeind te houden. Nou, dat zal deels gebeuren met, laten we zeggen, financiële technologie. Maar misschien ook wel met militaire technologie. Aan de andere kant zie ik van bottom-up, van onderop, zie ik die initiatieven die ook weer worden gepakt door de rijkeren van deze aarde. Die lijkt tot op zekere hoogte immuun voor die aanvallen die worden gedaan. Dat, ja, tenzij natuurlijk echt de kogels echt rond gaan vliegen en het internet plat gaat. Maar toch, als dan zoiets als een reset komt. En jij schetst inderdaad een aantal scenario's. Hebben we op dit moment wel een reëel alternatief? Dus is het, of wordt het toch... Wordt de eerste periode gewoon chaos? Nee. Het probleem is, en daar heb ik zelf aan meegewerkt met de Big Reset, door te doen alsof dat een binair event is. En Bert heeft al heel goed gezegd, als we in 2035 terugkijken en zeggen, wauw, wat is er toch veel veranderd in onze systemen de laatste 10, 15 jaar. De Reset, de Big Reset, de Great Reset, is geen binair event. Het is een fase waar je doorheen moet, waarin er heel veel grote wijzigingen komen op systeemniveau. Maar het is niet een one-off event en je hebt er geen paniek en chaos voor nodig. Je hebt er wel een crisis voor nodig. En we zitten in een crisis. De coronacrisis is, wat Klaus Schwab ook zegt, president van het World Economic Forum, there's a small and closing window of opportunity to use to change the systems. Maar het kan wel wereldwijd voor lokale onrust zorgen. Tuurlijk. Ja, dus tuurlijk. Naarmate fiat-systemen gaan falen, zullen er landen, totale landen, wel in die chaos terechtkomen. Maar de core niet. Nee, dus ik denk dat wij hier weer redelijk hoog en droog zitten in Nederland. Maar aan de randen, ik bedoel ook een Oekraïne bijvoorbeeld, dat zit een beetje aan de rand van ons continent. Nou ja, Libanon is ook al in de buurt, maar landen in Afrika, Midden-Amerika, Zuid-Amerika. Dat ziet er niet per se goed uit voor de wereld. Maar de elite, heeft altijd geaccepteerd dat landen, zelfs als Argentinië was het zevende rijkste land ter wereld in de jaren 70. Argentinië wilde niet mee in de pas lopen het IMF.
Dan val je eruit. Ja. Dan redden we je niet. Nou, dat klinkt toch wel tamelijk chaotisch, Willem. Nou ja, precies. Ja, maar, zelfs binnen Europa. We hebben in 2012 gezien. De core wordt gered. En de core is China, Japan, zelfs Rusland, Europa, centrale landen in het Midden-Oosten, Amerika. En dat noemen we toch de globale elite. Dat zijn de mannen met de geweren. En ze zullen ze inzetten om hun belangen te blijven verwezenlijken. En geloof me, China trekt gezamenlijk op. En we hebben pas echt een probleem als China en Rusland en Azië tegenover het Westen komen te staan. En dat dreigt onder Trump te gebeuren. Nu onder Biden is dat risico een stuk kleiner. Alhoewel er een fractie is in Amerika die erop uit is om militair af te rekenen met Rusland en China. Toch vind ik het niet ondenkbaar dat er toch ook binnen Amerika onrust ontstaat of binnen Europa onrust ontstaat. Wat dat betreft denk ik wel dat we een onrustig decennium tegemoet gaan. En ik zie Bitcoin wat dat betreft niet als vergroter van de onrust, maar misschien als demper van onrust. En want het kan, juist omdat het neutraal is, kan het op individueel niveau, maar ook op niveau van staten, misschien toch een soort van, hoe zeg je dat, een kreukelzone zijn in conflict. Individuele burgers die dus op die manier ook. Ja, want we hebben het vaak over de rijken. Maar vergeet niet dat er honderden miljoenen mensen wereldwijd al Bitcoin gebruiken. Ook in Nederland zijn er dit jaar weer, geloof ik, 700.000 bijgekomen. Die hebben gezegd van, nou, ik ga een klein stukje van mijn vermogen in Bitcoin stoppen. Coinbase, die gaat naar de beurs volgende maand. Of in ieder geval binnenkort. En die hebben gisteren bekendgemaakt dat ze meer dan 100 miljoen gebruikers hebben. Weet je, dus er zijn allemaal het miljard winst in één kwartaal gemaakt. Hè? Een Bitcoin broker. Maar het zijn dus ook gewoon mensen zoals jij en ik. Nee, die, we hadden een developer of kantoor. Developer. Nou ja, die dit als een van de eerste snapte. In 2013 groot in Bitcoin gegaan. Willem, ik heb nu 220 miljoen. Wat moet ik doen met deze berg aan vermogen. Dus die ging diversificeren uit Bitcoin. Ja, dan zeg jij goud en zilver. Ja, fondsbeleggingsfonds. Ja, precies. Goed. Hey mannen, ontzettend bedankt voor dit fascinerende gesprek. Ja, ik ben heel benieuwd wat de tijd ons gaat brengen, eigenlijk. Dank je wel. Voor de uitnodiging. Beste kijker, als je meer van dit soort uitzendingen van De Nieuwe Wereld wilt blijven volgen, abonneer je dan op ons kanaal.